volgende stuk, dames en heren natuurlijk, de volgende stuk is Euphonium Rhapsody. Nee, Ragtime, kijk er niet op mijn dingetje. Ragtime natuurlijk. En u weet misschien, de man die hier op de hoek zit, die, dat is Gerard Stoltze. En die is ook heel erg stolt, oftewel heel trots op zijn nieuwe Euphonium, dames en heren. Hij is er zo gek mee dat hij, hij wast hem, hij poetst hem. Volgens mij stofzuigen hem nog net niet, maar... ja, volgens mij ben je er echt heel erg gelukkig mee. Toch, Gerard? Kom eens hier. Is het iets bijzonders? Is het iets beters dan wat je had? Het is de Benson Prestige, dat is een van de topmerken van, ja, van dit soort instrumenten. Dus ik ben daar heel trots op, zoals ik zei. Ja, nou ja, maar dat is ook terecht. En weet je, dan had ik bedacht, want je legt hem ook zo lief nu neer, omdat je dan ook zo blij erbij bent, en ik natuurlijk ook, en wij allemaal als orkest, omdat je dan zo prachtig kan spelen, zullen we je dan echt overhandigen? Vind je dat leuk? Ja? Zullen we dat doen? Dan pak ik hem en dan ga ik hem echt weer geven met zoenen en zo erbij, gezellig allemaal. En, ja? Als jij dan een beetje de microfoon zo een beetje wil hendelen, zo af en toe. Nou, beste Gerard, fijn bij RZ, dat je bla bla. Maar ik ben gelukkig met het instrument en met jou. En het voelt het trouwens niet echt zeg. Dus dat. Sorry. Ja, sorry. Ja. Ik weet niet of ik ben verzekerd, zou ik het zweet gelijk zijn? Nee, sorry. Nee. Nou, kom Gerard. Nee, dat is echt niet leuk. Ja, ik denk dat het leuk te zijn. Ik krijg het eigenlijk een keer op mijn brood, hè? Ja, inderdaad. Hoe nou? Nog maar een kusje geven? Nee. Nou, ik ga er wel even heen. Nou, ik praat even met de buren. Misschien is dat interessant. Oh, ja. Ja, eens zal de kat mij hebben. Ja, mijn moeder heeft het al gezegd. Nou, gelukkig. Ja, nou, dat doe ik later. Nou, kijk eens. En hier is nou gelukkig een andere dan. Oftewel, dat is de echte. Got you. Prestige, ja, maar je kan het ook... Ja, nee, ik ga het ding niet meer vasthouden, maar mijn leven niet. Echt niet. Dan moet je even wat water... Oké. Ja. Ja, zie je... Oh, dan gaat hij de tijd ook nemen. Ja. Nee, dat zou ik ook doen. Nou, in ieder geval... God, ik heb wat zweet nu. Maar je trapt erin, hè? Nee, goed. Hier wel. Ik zag jou echt. Michelle zag ik echt helemaal weer weg. Van, jezus, dat mens, wat moet je ermee? Ja, wegdoen. Nou, dames en heren, dan zou ik zeggen, ga lekker genieten van dit ontzettend leuk stuk. Het is een beetje zo'n slapstick stuk. Je zou bijna Charlie Chaplin in de zaal verwachten. Maar nee, het is Gerard Stoltze. Heel veel succes en veel plezier, dames en heren, met Euphonium Ragtime. I'm gonna go to the
Stil van, het kadaver ligt daar nog.